Oh. Jullie weer. Hey, geen tijd voor een gesprek, hoor. Maar dan wordt die troep weggehaald. Zo dadelijk, mevrouw. Dat was de bedoeling. Aldo's al vooruit gaan. Nou, laat hij gauw oproepelen, de imam komt. De boel moet ritueel gereinigd, anders kan hij niet inzegenen. God, Driekje. Fatima, alsjeblieft. Wil je er hier een moskee van maken of zo? Gebedsruimte voor bekeerde moslima's. De moskee is voor ons niet weggelegd, meisje. Wij zijn te dikwijls onrein. Oh, en Aldo moet er daarom uit. Klopt. Ook omdat hij homo is, natuurlijk. De Koran heeft geweldig op homo's tegen. Soera 7, vers 80 tot 84, over het volk van Loet. Er zijn moslims die zich bij hun bestaan neerleggen. Anderen vinden steniging. Ikzelf neig tot het laatste. Schandelijk. We leven nog steeds in Nederland en voor zulke uitspraken kan je proces aan je broek krijgen. Win ik met glans? Heeft Aldo het niet verteld? Hoe ik me voor hem ingespannen heb? Zelfs contact opgenomen met het COC. Koks Habbema is haar voorzitter. Ze hebben een afdeling, de Roze Rimpel. Nou, Koks heeft zich geweldig onder druk gezet. Resultaat? Aldo kan de rest van zijn dagen slijten in een aanleunwoning voor oudere homo's. Hij mag zijn handen dichtknijpen. Zeg, pakt u nou in of uit? Uit. Aldo's verhuizing gaat niet door. Die aanleunwoning wordt zijn dood, dat is duidelijk. Het zij zo. De wil van Allah. God, Fatima. Met alle respect. Iedereen heeft natuurlijk het recht om van geloof te veranderen, maar... Ik vroeg me al eerder af, heeft je bekering zo hals over kop niks te maken met je grote verlies? Alles? Toen ik mijn kind kreeg, heb ik hem Gabriel genoemd. Uiteraard totaal onwetend. Nog nooit een letter Koran gelezen. En wat blijkt? De Koran is aan Mohammed geopenbaard door... de engel Gabriel. Duidelijker kan niet. Ik moest mijn kind verliezen om er de waarheid en het licht voor terug te krijgen. Ik kan niet verhuizen, Driekje. Ik bedoel, Fatima. Toen jij zei, je hebt Gabriel opgeofferd om hier te kunnen blijven, dacht ik, ze heeft gelijk, maar het is niet waar. Ik deed het omdat ik die angsten had en dat weet jij ook. Hij was heel erg vol. Ja, ik weet heus wel dat ik je niks kan vragen, omdat ik schuld heb, omdat ik Roy hier in huis gehaald heb, maar... Maar jij bent niet eerlijk tegen mij geweest. Jij hebt me geestelijk gedwongen. En daarom vraag ik je... Nee, ik smeek je ook. Laat me alsjeblieft hier blijven wonen, alsjeblieft, oh God. Wat zou het nou fantastisch zijn als Fatima hier positief op zou reageren? Vooral ook voor haarzelf. Maar ook zonder dat sta je in je recht, Aldo, je hebt een huurcontract. Precies, dat moet... Fatima zich toch ook beseffen. Ze heeft geen been om op te staan. Oh nee? Hij heeft afstand gedaan van zijn recht. Dat huurcontract bestaat niet meer. Shit. Echt waar? Hij heeft er zelfs voor getekend. Jezus, wat stom. Dat wist ik niet, dat wist ik echt niet. Aldo, daar heb je me niks van verteld. Wie heeft hier geen been om op te staan? Jezus Christus. Je moet één zou zeggen. En gebruik ze nou alsjeblieft niet ijdel. Hij staat hoog bij ons aangeschreven. Aldo, toch? Nou kunnen we echt niks meer doen. Aldo, ik geef niet graag op, maar onze tools zijn uitgeput. Precies, jullie kunnen maar beter gaan. Dat gekissen is met ongelovigen. Ik heb er schoon genoeg van. Geen enkele behoefte meer aan jullie product. Al dat hulpverlenersjargon, slappe hap. Ik praat uitsluitend nog in religieuze termen. Mocht jij je komen willen oriënteren, Ellie, dan is het wat anders. Je bent altijd welkom. Aldo, mevrouw van Borselen, sterkte. Hans.